In de tweede aflevering van het Verhaal van Vlaanderen ging het over de Romeinse periode in onze contreien. Hoofdredacteur van Paliederke Pieter van Berkel en ikzelf bezochten het Gallo-Romeins Museum in Tongeren om wat dieper in te gaan op het belang van Tongeren als eerste stad in Vlaanderen. Else Hartog en Alain van der Hoeven ontvingen ons met open armen en gaven ons een uitgebreide rondleiding. Hartog is coördinator onderzoek en bibliotheek bij het museum en Van der Hoeven is een expert van de archeologie in Tongeren. Het is begrijpelijk dat wij hier in Tongeren en ook de makers van de tv-reeks aan Anne Jorix zowat de hoofdrol hebben toegekend van de winteropstand van 55-54. Maar we weten eigenlijk dat Anne Jorix eigenlijk meer een pion was in een groter geheel en dat degenen die achter de schermen de zaken aan het beredderen waren, dat de Treveri waren met de belangrijke figuur Indutio Marius daar. En dat zie je eigenlijk lichtjes weerspiegeld in deze muntschat, waar tussen al die Eburonenstaters ook een Trierse gouden munt opduikt. Wat zien we hier eigenlijk? We zien gouden munten, ja, die geslagen zijn ten tijde van de veroveringstochten van de troepen van Keizer in onze gebieden. En die munten zijn er meer dan 150 in totaal, die behoren toe tot het grootste deel tot de Eburonen. Eburonen zijn ook is de bevolking die hier in deze streek woont. En we zien ook munten van een heel hoop munten van de Nerviërs. Dat zijn eigenlijk de buren. Hè. Dus de Civitas Nerviorum die ligt hier langs. Maar toen was er nog geen Civitas. Hè. Dat zijn de Nerviërs die aan de westzijde wonen van ons. Het geheel van munten is in de grond gestopt. Ja, waarom zijn die in de grond gestopt? Ze zijn in de grond gestopt, waarom? Omdat Keizer die liet zijn mensen, zijn legionairs en zo, zoeken naar goud. Waarom? 1. Hij had goud nodig om zijn troepen te betalen. 2. Om zichzelf te verrijken. Hartog legt even uit voor ons wie of wat Tongeren zijn. Ja, misschien eerst zeggen dat Keizer neergeschreven heeft dat hij de Eburonen met naam en ras zou uitroeien. En dat is spreken dan van damnatio memoriae. Hij wil ze wissen uit het collectieve geheugen door ze nooit meer te vernoemen. Eburonen die worden 32 maal vernoemd in de Bello Gallico. Daarna nooit meer. Ja? Daarentegen... Het woord Tongeri, de naam Tongeri, die komt voor vanaf de eerste eeuw na Christus. Dus daar zit wel een césuur tussen. En die vinden we dan bijvoorbeeld terug bij Tacitus of bij Plinius. Maar wie zijn dan die Tongeri en waar komen die? De Tongeri zijn allicht een artificiële samenstelling van Eburonen die toch die veldslagen en de wraakacties van Keizer overleefd hebben, met nog een aantal bevolkingsgroepen die in de regio nog aanwezig waren, zoals bijvoorbeeld de Texoandri en de Contruzi. En die zijn ook nog aangevuld wellicht met Germaanse clans van over de Rijn mogelijk, maar of van deze kant van de Rijn, al naar gelang de onderzoeker kan dat nogal variëren. Maar dus, die zijn zich alleszins daar komen vestigen met de toestemming van de Romeinen. En wellicht is dat, dat de constellatie van de Tongeri. Else Hartog legt uit hoe Tongeren gesticht is. Het is gesticht als Civitas hoofdplaats, dus als bestuurlijk centrum voor een heel district, een administratief afgebakend gebied dat zeer groot was. Het liep van ten oosten van de Schelde tot aan de Maas ongeveer. En in het noorden was het afgebakend door het Nederlandse rivierengebied en het liep in het zuiden door tot de Belgische Ardennen. Waarom is Tongeren nu net op die plaats gesticht? Tongeren is gelegen op de waterscheidingslijn tussen het Scheldebekken en het Maasbekken. Tongeren is ook gelegen aan de belangrijke Romeinse weg die de Noordzee zal verbinden met het Rijnland, waar dat de
de limes is gelegen, dus waar dat de versterkings en de rijksgrens gelegen is. Dus dat is op een zeer strategische plaats. En Tongeren zelf is gesticht eigenlijk op de kruising van die weg met de bevaarbare rivier de Jeker in die tijd. Alain van der Hoeven was betrokken bij heel wat opgravingen en Tongeren. Als je de oudste sporen van Romeins Tongeren gaat opgraven, dan blijkt daar een mooie overeenstemming te zijn met structuren en layout van militaire sites uit dezelfde periode, omstreeks 10 voor Christus. Alleen is het niet zo rigoureus uitgebouwd. Het is geen echt legioenskamp of een echte militaire infrastructuur, maar wel een militaire aanwezigheid. En dat komt omdat het Romeinse leger in die tijd zowat de enige instantie was die en de mankracht en ook de technische kennis had om een stad aan te leggen. Egaliseren van het terrein, er zijn massa's grond verzet, er is een stratennet aangelegd. En dat verklaart allicht misschien een beetje de verwarring dat het gelijkgesteld wordt met een pure militaire infrastructuur. Maar we weten inmiddels, historisch gezien ook, dat de stad gesticht is als civiele hoofdstad van de Tongri. Een grote maquette van Tongeren toont hoe de stad eruit zag in de 2e eeuw na Christus. Deze maquette evokeert eigenlijk Tongeren op het moment van zijn grootste bloei, namelijk in de 2e eeuw na Christus. Wat we hier zien is de 2e eeuwse stadsmuur die rond Tongeren loopt. We zien een heel aantal torens, uitkijktorens, maar ook een aantal stadspoorten. Er zijn er minstens 5 gekend langs de belangrijke uitvalswegen van Tongeren. Je kan ook zien dat de Jeker loopt hier door de stad. De Jeker was bevaarbaar, dat weten we. Er was ook op zijn minst een haventje of aanlegstijgers in, maar die hebben ook nog niet kunnen opgraven aan de Jeker in de stad gelegen. Dus dat is het lage deelte van de stad. Het hoogste gelegen deelte van de stad, daar staat de tempel op. En dat is in het noorden. Daar staat die grote tempel. Die tempel zeker gericht aan Jupiter. In het centrum zien we dat we een forum hebben geplaatst ook. Maar we hebben nog altijd het forum niet teruggevonden. Ja. Dus de tempel, dit is de tempel, hè, dat groot hier. Een grote rechthoek is de tempel. De tempel is een mix tussen het klassiek Romeins en het Gal-Romeins type. We zien ook waar dat u staat, zien we de aardewal die een waterleiding droeg, die het water transporteerde van de bronnen tot in de stad. We veronderstellen dat eens dat die aardewal tot aan de stad komt, dat er dan overgegaan wordt tot een systeem met arcades, dus echt een aquaduct. Maar we hebben daar tot op vandaag nog niets van teruggevonden. En het water werd dan zo geleid naar een waterverdeelplaats, waar dan vandaar het water gaat naar de fonteinen en naar de badhuizen enzovoort. De stad is ook ingedeeld in insulae, dus we zien ook een dambordpatroon van straten. Ik moet zeggen dat niet alles wat hier te zien is, is ook daadwerkelijk opgegraven. Maar we hebben dan een heel aantal huistypes nog maar een beetje gekopieerd en dan om zo een duidelijk beeld te vormen van wat het ongeveer moet geweest zijn. In de jaren 90 kwamen er bij opgravingen enkele verrassingen naar boven. Een van de grote verrassingen in de jaren 90 op een aantal opgravingen is de vaststelling dat de oudste bewoners, en dan heb ik het dus niet over die soldaten die hier een half jaar of zo de stad hebben aangelegd, maar de oudste permanente bewoners, dat die uit de buurt kwamen. Dat zijn we te weten gekomen omdat de huizen die zij bouwden helemaal in de inheemse, als het ware voor-Romeinse traditie gebouwd werden. Wij noemen dat tweeschepige woonstalhuizen. Woonstalhuizen, dat betekent dat onder één dak een stalgedeelte en een woongedeelte was verenigd. Tweeschepig, omdat de zware, diepe, ingegraven palen die de nok van het dak droegen, dat gebouw in twee beuken of twee schepen verdeelde. Het is dus een onmiskenbare aanwijzing voor het feit dat de mensen die de stad zijn komen bewonen, onmiddellijk na de stichting, dat die uit de buurt kwamen. Maar afhankelijk van de zone, de stadszone, zijn die inheemse huizen al heel snel vervangen door meer geromaniseerde woningen, stadswoningen.
die dus eigenlijk in mediterrane stijl worden opgericht. Nog altijd in hout en leem. En aan die ontwikkeling komt eigenlijk op spectaculaire wijze een einde met een brand, een grote stadsbrand in 69 of 70 na Christus. Toen woedde er een grote opstand, de opstand van de Bataven, zoals die in die geschiedenisboeken genoemd wordt. De Tongeren hebben daaraan deelgenomen en hun stad is in as gelegd. De daaropvolgende periode, zeg maar laatste kwart, eerste eeuw, tweede eeuw, derde eeuw, wordt wel eens beschreven als de periode van de verstening van de Romeinse stad. Dus die houtbouw tot 70 puur houtbouw wordt geleidelijk aan opgevolgd door gebouwen die deels in steen zijn opgericht. Die steenbouw is eigenlijk een beetje een misleidende term, want als ik zou zeggen dat pakweg 80% van de bouwsubstantie van Romeins Tongeren in hout en leem was, dan denk ik dat ik er niet ver naast zal zitten. Die stenen bouwmaterialen die werden beperkt tot kelders, tot badgebouwen en de sokkels en het fundament van de houtlemen wanden. Dus dat wat betreft het uiterlijke aspect van de stad. Hè, het gaat weliswaar om verstening, maar dan een gedeeltelijke verstening. Als we dan kijken hoe die stad gefunctioneerd heeft. Het is op de eerste plaats een administratief centrum, van dag één als het ware. Maar ook een residentiële stad. Overal waar in Tongeren wordt opgegraven, worden voortdurend luxueuze stadswoningen gevonden, met alles erop en eraan. Een domus, zoals dat in het Latijn heet. En dan was er ook nog bijvoorbeeld een stadpaleis, waar een van de topstukken van het museum teruggevonden is. Wat we hier zien is een fresco, een muurschildering, met de beeltenis van een jonge Dionysos, die gezeten is op een luipaard. Het is misschien niet zo heel duidelijk, maar een luipaard is te herkennen aan zijn vlekken op de vacht. Je ziet hier het luipaard, het hoofdje is net weg, helaas. En we zien ook dat de torso en het hoofd van die Dionysos weg is. En dat komt helaas door een leiding van Fluxus die daar door de grond is getrokken. Maar dat kan de pret niet derven, want we kunnen hem toch herkennen. We zien dat hij in zijn hand een staf houdt. De bekroning is een dennenappel en er groeit klimop rond die staf. Het kan maar één persoon zijn, dat is Dionysos. Wie is Dionysos? Dionysos is de god, of Bacchus, dat is dezelfde god. Voor de Romeinen is dat Bacchus. En Dionysos die is de god van wijn, wijnbouw, extase, maar ook van de vruchtbaarheid bijvoorbeeld. En muziek en dans. Heel bijzonder is dat die muurschildering, die komt voor op de buitenmuur van een koer van een enorm grote urbane woning. Ja, dat is bijna een stadspaleis van 3800 vierkante meter. Dat is iets gigantisch. En waar ligt die? Die ligt hier onder het museum. Dat is nog de grootste grap. Ja, en dit. En dus deze muurschildering of de restanten ervan, die zijn dan ontdekt bij de uitbreidingswerken die plaatsgevonden hebben tussen 2005 en 2009 voor dit museum. Wat maakt dit zo bijzonder? Wel, er zijn verschillende redenen. Eén, de afwerking en de uitvoering zijn van de allerhoogste kwaliteit. Ja. De experten van Romeinse muurschilderingen die verzekeren ons dat dit echt behoort tot een topuitvoering. Er zijn uiteraard nog heel wat andere zaken opgegraven en die luxueuze huizen maken slechts de helft van het beeld uit. Want als je dan gaat kijken in de kuilen en greppels daaromheen, dan vinden we overal afvalpakketten van allerhande ambachtelijke activiteiten. Dus het lijkt erop alsof tussen die rijke stadswoningen op percelen die misschien braak lagen, in de achtertuinen, allerhande merkwaardige, niet op het eerste gezicht aan een stad gebonden activiteiten plaatsvonden, zoals de productie van ijzer, van een hele reeks secundaire dierlijke producten, beendervet, beenderlijm, daar hebben we allemaal het afval van teruggevonden. Dus er is ook een economische rol die de stad gespeeld heeft. En dan is er natuurlijk vooral de productie van het aardewerk dat we goed kennen. Dat situeert zich dan waarschijnlijk wegens de brandveiligheid vooral aan de rand van de nederzetting, die productieplaatsen. Dus je hebt aan de ene kant een residentie,
En aan de andere kant een residentiële stad en aan de andere kant ook een producerende stad. Als we dan met de zevenmijlslaars eventjes verder gaan en naar de laat-Romeinse tijd kijken, dan blijkt daar een spectaculaire verandering plaats te vinden. In de vierde eeuw, waarschijnlijk onder de regering van keizer Constantijn, wordt de oude stadsmuur, 4,5 kilometer lange stadsmuur uit de tweede eeuw, vervangen door een weliswaar kortere, maar toch nog spectaculair 2,6 kilometer lange nieuwe stadsmuur vervangen, opgevolgd als het ware. De stadsmuur, de kleine stadsmuur dan, die was, ja, was een heel goede versterking. Hè. En dan, Tongeren maakte deel uit van de fortegordel die eigenlijk opgericht was langs de weg Bavec-Keulen. En die stadsmuur met al die wachttorens en, ja, en muren van meer dan 3 meter dik, die beschermde echt wel de stad. En we zien wel een continuïteit in de stad van een elite, een zeer welgestelde elite, die nog altijd in zeer luxueuze huizen woont, met alles erop en aan. Tot vrij recent waren we weinig op de hoogte van de bewoning binnen die stadsmuur. We kenden de laat-Romeinse bewoning vooral van de grafvondsten, de vele laat-Romeinse graven. En die toonden ons een beeld van een wat heterogeen samengestelde bevolking. Aan de ene kant had je Gallo-Romeinen nog altijd, hè, bij wijze van spreken, als ze afgaat op de manier en, waarop ze begroeven en de graf uitzet. Maar aan de andere kant ook graven met Germaanse, typisch Germaanse voorwerpen en grafgiften. Veel volbloed-Romeinen waren er niet in Tongeren, maar zij maakten deel uit van de mix die er was. De echte pur sang Romeinen, dat zullen er heel weinig geweest zijn. Dat zijn dan diegenen, ja, de gezanten die vanuit Rome komen. maar de mensen hier, ja, dat zijn voornamelijk geromaniseerde Galliërs, vandaar de Gallo-Romeinen. En dat is hier een mengcultuur. Hè? Dus een mengcultuur, want de voertaal, de officiële voertaal, die wordt het Latijn. Het Latijn gaat dienen als communicatiemiddel met de administratie en met het leger. Ja, dus de officiële taal is Latijn, maar de mensen spreken hier evengoed Keltisch. Hè? Het zijn zowel Kelten als Germanen die hier zitten ook. Dus er is constant een invloed van Latijnse cultuur, Germaanse en Keltische cultuur. En dat is helemaal gemengd. En dat zien we ook in de naamgevingen. We hebben een fraai voorbeeld. In 2018 is aan het licht gekomen een grafopschrift waar de namen vermeld worden van twee neven die bovendien ook nog eens ieder hun eigen vader en een gemeenschappelijke grootvader vermelden. Daar hebben we dus de namen te pakken van 3 generaties. En dan is het mooi te zien dat de oudste generatie heeft nog een inheemse naam, de grootvader. Van de tweede generatie heeft de ene een Latijns-Mediterraanse naam, de andere een inheemse. En van de jongste generatie hebben beide een Romeinse naam, als ik het zo mag uitdrukken. Je ziet als het ware in de naamgeving gedurende de eerste helft van de eerste eeuw, want daarin situeren die personen zich, een soort romanisering van de naamgeving tot stand komen. Ja, je ziet dat verschuiven zo. Ja. Binnen de stadsmuren lijken de verschillen zich nu ook te manifesteren in het bewoningspatroon. Luxueuze stadswoningen in een Gallo-Romeinse stijl, die vinden we vooral in de oostsector van die laat-Romeinse stad. En in de westsector, als daar opgravingen plaatsvinden, dan komt daar nauwelijks iets aan bewoning tevoorschijn. Af en toe een schreppels, ovens, hele vluchtige sporen, zeg maar. Moeilijk grijpbaar. En die idee is nu, de hypothese die ik zou willen lanceren, is dat die Gallo-Romeinse kern vooral in het oostelijk gedeelte van de stad gehuisvest was. En dat de Zuidwestsector voorbehouden was voor militairen. Want we weten uit historische bronnen dat er in de laat-Romeinse tijd, trouwens net zoals in de vroeg-Romeinse tijd, heel wat Romeinse legereenheden uit het gebied van de Tungri kwamen. Hoe zat het met de christenen in Tongeren? Waren er hier te vinden? Er moet in de vierde eeuw wel een christelijke gemeenschap in Tongeren aanwezig geweest zijn. We hebben een paar voorwerpen uit Tongeren, en een paar moet je letterlijk nemen, twee, waar een Christusmonogram op een voorwerp staat afgebeeld. Trouwens, slechts één van die twee is bewaard gebleven. De andere weten we van horen zeggen. En aan de andere kant kennen we wel uit de historische bronnen een bisschop die hier actief moet geweest zijn omstreeks het midden van de vierde eeuw, een Servatius.
Episcopus Tungerorum, zo wordt hij letterlijk in een van de schaarse antieke bronnen vermeld. En we weten van de man dat hij aanwezig geweest is op een concilie in Sernica in 343, als ik me niet vergis. Op een concilie in Rimini in 359. En dat situeert de persoon omstreeks het midden van de vierde eeuw. Hij is ook nog lid geweest van een diplomatiek gezantschap dat door een usurpator hier, Magnentius, in 350, 51 omstreeks, ik heb het niet paraat welk jaar exact, maar 51 of 52 naar het oosten is gestuurd om te gaan onderhandelen met onze Constantijn II, die daar regeerde. Van de bisschop van de Tungi weten we dat hij in de vroege middeleeuwen in Maastricht zat. 15 kilometer hier vandaan, aan de Maas, in een veel kleinere nederzetting, maar wel gunstig gelegen aan de Maas, in een versterking, dus goed veilig gehuisvest, als ik het zo mag uitdrukken. En die bisschoppen die hebben in de vroege middeleeuwen allicht een soort servaaslegende ontworpen, onderhouden, aangemoedigd, die vertelt dat de Romeinse servaas uit Tongeren op een gegeven moment in een droom voorspeld werd dat het hier slecht ging aflopen en dat hij naar Maastricht moest gaan om daar het geloof voor te zetten en daar dan ook gestorven is. Dus die legende, die servaaslegende, die heeft inderdaad een hele belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het vroeg middeleeuwse en middeleeuwse en latere Maastricht. Overigens heeft het Maastrichtse kapitel op een gegeven moment in de vroege middeleeuwen, of in de middeleeuwen, een monnik aangetrokken, Jocundus, die een hele biografie gefantaseerd heeft, een heel heilige leven, dat dan weer aan de basis gelegen heeft van de zogenaamde Sint-Servaas-legende, het oudste literaire werk uit onze Nederlandse literatuur van Hendrik van Veldeke. En zo is onze oude Romeinse bisschop, als het ware, in de kanon van de Nederlandse literatuur verzeild geraakt. Ja, ja, ja. Dus het is wel een belangrijke rol die de man gespeeld heeft. Tongeren was de enige stad in wat nu Vlaanderen is, maar er waren wel kleinere landelijke centra te vinden. We hebben maar één stad, hè, dat is Tongeren. En daarnaast heb je wel tientallen landelijke centra, zoals Tienen. En die waren voor deels gevestigd langs die belangrijke handelswegen. We hebben al kennis gemaakt met de weg van Boulogne over de waterscheidingslijn in ons land naar Keulen aan de Rijn. Maar je had ook een belangrijke weg vanuit Tongeren naar Kassel bijvoorbeeld. En langs die wegen, op regelmatige afstand, grosso modo zelfs 20 kilometer ongeveer, bevonden zich dergelijke landelijke centra zoals in Tienen. Maar dat is een hele reeks. Elewijd, Grobbendonk, Kontich, Velzeke. Ja. Maar want die gaan ook verder dan enkel Vlaanderen. Hè. Dus die gaan ook Wallonië binnen. We zijn hier vlak aan de Waalse grens. Ja, dus op de weg van Tongeren naar Bavay. Liberchy, Brijf, Baudré. Ja, dat ligt daar ook allemaal. Tavier. Grosso modo om de 20 kilometer bevindt zich zo'n nederzetting. Ja. Een andere grote weg was de Via Belgica. Dat is een artificiële naam, dat is geen, ja, geen niet de echte naam van die weg. Een moderne uitvinding, dus in de Romeinse tijd heeft die weg nooit de Via Belgica geheten. Trouwens, dan zou hij de Via Germanica moeten zijn, aangezien we in Germania in Feria zitten. Nee, we weten zelfs niet of die weg überhaupt een naam gehad heeft. Het is wel gebruikelijk geweest vaak in de Romeinse tijd dat zo'n weg genoemd werd naar de bestuurder die de weg heeft laten aanleggen. We kennen allemaal wel de Via Appia, hè, naar Appius, maar er is ook een Via Domitiana, noem maar op. Als je dan per se zou willen teruggaan kijken in de tijd, wie heeft die weg hier laten aanleggen, dan duikt daar de naam van Marcus Vipsanius Agrippa op. Een van die belangrijke figuren in de hofhouding van keizer Augustus. Die man is een paar keer een stadhouder of provinciegouverneur van Gallië geweest en men vermoedt dat hij wel die weg heeft laten aanleggen in eerste instantie, of tenminste het tracé heeft laten afmaken. En dan zou je het dus kunnen, een collega van ons, Robert Nouwen, heeft dat wel eens gesuggereerd, naar die man de weg via Vipsania noemen, hè, naar Marcus Vipsanius Agrippa. Maar ook dat is pure fantasie. We weten het gewoon niet. Maar het is wel zo dat die weg zeer belangrijk was. Waarom? Omdat die de Noordzee, waar ook de havens waren, die Noordzee heeft verbonden met de Rijngrens, waar dat de troepen gelegerd waren. Dus dat is
ja, dat was eigenlijk een zeer grote prioriteit om die weg aan te leggen, gezien het grote belang van het transport en de communicatie. Het is ook mooi te zien dat zowel Boulogne als Keulen een basis hadden van een Romeinse vloot. Hè. In Boulogne was het hoofdkwartier van de zogenaamde Classis Britannica. Mm-hmm. En in Keulen, net ten zuiden van het huidige Keulen, Keulen-Altenburg, bevond zich het hoofdkwartier, de basis van de Classis Germanica, die over de Rijn patrouilleerde. En die twee strategische nederzettingen die werden dus ook door een strategische weg eigenlijk verbonden. Wat is de belangrijkste erfenis van Tongeren? Ja, de rijkdom aan archeologica die hier uit de grond komen, hè, en die ons dagelijks herinneren aan 2000 jaar geschiedenis. De quasi permanente opgraving. Hè. Op dit moment is er ook weer een opgraving gaande in de stad. Dus de kennis wordt telkens verruimd, hè, bijna wekelijks. Hè. Weten we nieuwe dingen en kunnen we nieuwe verbanden leggen. We vroegen wat de belangrijkste rol is van het Gallo-Romeins Museum. De belangrijkste rol van het museum is het verhaal te vertellen van de mens in deze regio, in deze contreien, hè, maar vanaf de prehistorie tot de vroege middeleeuwen. En we doen dit aan de hand van een chronologisch verhaal. De Romeinse keizer Marcus Aurelius was een inspiratiebron voor het Gallo-Romeins Museum. Ja, dat is de oorzaak-gevolgrelatie die centraal staat in het chronologische verhaal dat wij willen vertellen. Marcus Aurelius die heeft tussen 180 en 200 Thaïs Eaton geschreven aan mezelf. En daaruit hebben we inspiratie geput met de uitspraak van wat volgt is onlosmakelijk verbonden met wat eraan vooraf gaat. En ja, dat kwam eigenlijk zeer goed van pas bij ons, bij het uitdenken en het uitwerken van het verhaal dat we hier in het museum wouden vertellen. We wilden ook nog even weten wat de belangrijkste les is die het museum wil meegeven. Ik zou altijd graag willen hebben dat mensen die een museum à la het Gallo-Romeins Museum bezoeken, dat die de kans krijgen om zich eens in te leven in een totaal andere wereld. En die wereld als het ware als een spiegel kunnen voorhouden. En zich daaraan kunnen spiegelen, mee vergelijken. Wat is er overeenkomst? Wat is het verschil? Dat soort dingen. Dat is zo'n beetje mijn verborgen wens. Dat een museumbezoek bij een bezoeker teweeg zou brengen. En ook de affiniteit met, en ook gaan zien van hoe komt het dat wij vandaag hier Latijn leren op school? En hoe komt het dat wij schrijven? En hoe komt het dat wij zo schrijven en niet anders? Ja, bijvoorbeeld het schrift, dat is ook allemaal meegekomen. De taal is ook meegekomen. Heel de cultuur. Wij dragen vandaag nog altijd de gevolgen van heel die evolutie. Hè. Kijk gewoon naar onze huizen vandaag. Hè. Dat mensen zeggen, maar een soort centrale verwarming. Dat hadden die ook al. Met de architectuur. Ja, dat gelijkt nog sterk op architectuur van vandaag eigenlijk. Zij gebruikten ook potten en pannen om te koken. En maar iets te zeggen. Hè. maar er is een grote vergelijking toch met nog altijd met het leven vandaag en het leven toen. Hè. Er zijn heel veel raakvlakken. De superkorte versie is de volgende. Kom terug. en leer bij. Ja. Afsluiten doen we met de aanleiding van ons bezoek, namelijk het verhaal van Vlaanderen. Ja, ik vond het eindresultaat echt wel mooi. Ik ben er zeer blij mee. Ik ben ook heel blij dat we zoveel mensen hebben kunnen bereiken. Ik denk het allerbelangrijkste is niet om te verwachten dat zo'n aflevering van 50 minuten het hele verhaal kan brengen van de late ijzertijd en de Romeinse tijd in ons geval dan. Maar ik denk dat het moet beschouwd worden als een teaser voor mensen die mensen te prikkelen, mensen zich te laten interesseren in geschiedenis en om dan eigenlijk een opstapje te bieden naar meer. Hè. Dat mensen eventueel een museum bezoeken. Het bekijken van een boek of het lezen van een boek is nog beter. Hè. Om mensen te triggeren en te laten interesseren. En geschiedenis een beetje populairder maken. Mensen te laten enthousiast worden over geschiedenis. Behalve deze videoreportage hebben we nog veel meer in verband met het verhaal van Vlaanderen. Lees onze artikels in Paliterke en op palnieuws.be en beluister onze podcast op palcast.be of via uw favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.